Vandaag hebben wij alle spelers die momenteel al meewerken rond Good Food at School rond de tafel gebracht om aan de hand van een aantal stellingen te gaan kijken wat dat hun mening is. Ik vond het debat heel leuk en zeer interessant, omdat je ziet dus elk vanuit zijn eigen denkpiste probeert echt wel iets te doen naar duurzaamheid en naar gezonde voeding, waar wij allemaal achter staan. We lopen allemaal op tegen onze eigen belemmeringen of regeltjes en procedures, dat voel je wel. En toch zoeken we een manier om te kunnen samenwerken. Dus dat was voor ons vrij interessant om een keer met iedereen aan tafel te zitten en dat ook een keer gewoon te kunnen horen van elkaar. En ik denk dat dat al de eerste stap is. Een keer luisteren naar elkaar en kijken wat we samen kunnen betekenen. Ik vond het heel boeiend om met mensen met verschillende expertises en achtergronden samen over dezelfde stellingen te debatteren. Omdat toch ook wel blijkt dat er voortgebouwd werd op elkaars ideeën en zo een rijker verhaal ontstond. Dat al die verschillende insteken als complementair wel werden aangevoeld door de verschillende deelnemers aan het debat. En dat vond ik wel een grote meerwaarde. Want zelf ben ik bijvoorbeeld absoluut geen voedings- of voedsel-expert. Meer bezig gewoon met verandering op scholen. Maar het is een interessante insteek om te horen, om via die thematiek op scholen aan de slag te gaan. Het was eigenlijk heel leuk om te merken dat die neuzen echt wel min of meer in dezelfde richting staan en dat er echt goed wil is om er samen een lap op te geven.